Ron, ron, ron. 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 Ronflonflon met Jacques Plafond. Mm-hmm. Vanmiddag met onder meer en onder andere... Ja, Anneke, dat heb je heel fijn ingeleid, maar... oktober is het alweer. Ja, en die andere data hou je nog aan mij te goed. Want daar heb ik ook een speciale reden voor en die moet ik je nog even onthouden. We beginnen met een oude plaat. Oude platen vliegen om mijn oren. Is de Olympics met Western Movies. En inmiddels is Wilhelmina Kutje hier al binnengekomen. En die moet ik zal ik eventjes... ja. Ba-ba-bum. My baby loved the western moves. Ba-ba-bum. My baby loved the western moves. Yeah, yeah, yeah. Mm-hmm. Sorry for that. Ja, broeken, maar dat komt allemaal in orde. Even de plaat luisteren. We gaan niet meteen een beetje daar. Hansen movies, ahem. Bom, 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 bom. En luisteraars, wat dacht u van een nieuwe plaat? Want wat hier zojuist om mijn oren is gevlogen, betreft de nieuwe single van Mam. M-A-M uit Tilburg. Mercy, Mercy. Dit is een boek, maar. Mercy, mercy me. Things ain't what they used to be. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows. Mercy, mercy me. Mercy, mercy me. Mam. Me. Things ain't what they used to.
Christmas Eve. Ja, het is weer tijd voor ons wekelijks poëziehoekje binnen Ronflonflon, luisteraars. Willemina Katje Junior met 2 T's. Ja, 2 T's, alsjeblieft. Rot op, Teun. Lees, dat wil zeggen, niet Teun. Ik kijk wel aan, zeg. Maar Willemina Kutje Junior met 2 T's. Ik ken niet eens. Kijk, er komt er weer aan, hoor. Leest voor uit het werk van haar grootmoeder, herontdekt door Ronflonflon. Dat mag ook wel eens worden gezegd. Herontdekt door mij zal je bedoelen, maar goed. Nu? Kijk, ik doe het deze keer op gitaar. Jan, wel even rustiger. Misschien iets kalmer, Jan. Kan het iets rustiger, ja. Jan? Vuile was uit de bundel de wasmand. Als ik nog even zeggen mag, daar komt dus de uitdrukking de vuile was buiten hangen vandaan. Het is dus andersom, hè? Dat men dus niet denkt... Kutje heeft naar aanleiding van die zegswijze een gedicht gemaakt of ja, zo. Dat is dus ik goed begrijp, uw grootmoeder heeft dus niet het gedicht vuile was opgehangen aan het spreekwoord... of laten we zeggen de zegswijze, de vuile was buiten ophangen... maar het is andersom dat dus de uitdrukking goed, de vuile Jaak, was... Goed, Jaak, mag ik nou even, ja? Zo, dat was het. Nee! Ik moet nog beginnen. Ik heb eigenlijk hier een beetje voor Jan Lul zitten spelen. Doe nou maar. Laten we de stemming goed houden. De vuile was uit de bundel de wasmand. Opgekropte troebelheden. Ingeslikt, ingepikt, verdrongen. Laat toch waaien uw gemoed. Maak eens bokkensprongen. Niet de kat geknepen als het donker is. Het is als in eten. Roet. Wapperend aan de levenslijn. Bekommernissen. Treurigheid. O vuile was. Gij toont ons des mensen onbenhouwenheid. Verstopt als zij eens was, al in de levensmand. Het is toch nog langer dan ik dacht. Ja, en het is eigenlijk toch veel spreekwijze en zegswijze, spreekwoorden en zegswijze in verwerkt, Willemina. Want ik bedoel, het is dus wel net en, andersom. Roet in dus, het eten hè? Heb ik mogen. Fijn. Ja. Nou, nee, het is anders dan je dacht dat het was. Goed. Dan nu, luisteraars, op uitdrukkelijk verzoek van de leiding van de VPRO, uw aandacht voor het volgende. De VPRO kan wel weer wat nieuwe of oude leden gebruiken. Zal u misschien zeggen, laat iedereen zijn eigen lid gebruiken, maar... Nou, ter zake, Jaak. Het onderwerp is ernstig genoeg om er flauwe woordgrapjes of vastlopende metaforen aan te spanderen. Doen we dat malle liedje nou nog? Ogenblik, Jan. Ik doe ook mee, hoor. Ik wil wel nergens lid van zijn of zo, natuurlijk. Ons lied dus. Wacht nou even, Jan. Één ogenblik. Nou, ik heb al zeker 10 keer met mijn ogen geknipperd. Dus dat heb je zelf ook wel eens tegen iemand gezegd. Ja, dan gaan we nu verder met ons verhaal zonder met onze ogen te knipperen dan. Hè? Jacqueline, het betreft een oproep hè, om je aan te melden als lid. Oh ja? Nou, vind ik persoonlijk de VPRO de allerleukste omroep. Ook al maken ze vooral op de televisie de laatste tijd een hoop shit, hoor. Maar lid worden ergens van, dus niks voor mij. Ja, maar... Nee. Ja. Maar de VPRO is nou juist de omroeper van uitgerekend en juist. Maar de anderen mogen natuurlijk ook. Mensen mogen ook lid worden. Of moeten worden. Kijk, nee, maar... Hoezo, dus mensen lid zouden moeten worden die nergens lid van willen worden. Hè? Dus wordt lid van de VPRO de omroep voor mensen die nergens lid van willen zijn. Dat is een contradictio in terminis, Jaak. Een wat? Dat is een... poëtische... dat is poëzie, Willy. Huh? Oh, is dat nou poëzie? Nou kan die. Ja, Goed. Luisteraars, u luistert nu naar een VPRO-programma. Ronflonflon avec Jacques Plafond.
En ik doe de muziek. En u luistert er met plezier naar, of u ergert u, of het laat u onverschillig, of u hebt een radiostel waarop slechts Radio 3 voorkomt. Maar, wat wou ik nou zeggen? Ja, daarom nu het volgende lied. Stil nou even. Maar Wil, we moeten zo nog naar Enkhuizen. En ik wil ook nog wel even eten trouwens. Ja. Kijk, wat Jacquelientje net opwierp was heel aardig. Ja, natuurlijk. Ja. Maar jij krijgt ook wel eens iets heel aardigs overeind, hè, Jacques? Zulke vieze praatjes moet je vooral houden als je nieuwe leden erbij wil, Jacques. Nee, het is meer de VPRO-leiding die nieuwe leden wil erbij. Oh. Hè? Maar in het verleng daarvan... wij van Ronflonflon en jou luisteraars naar Ronflonflon natuurlijk ook. Want zonder VPRO geen Ronflonflon. Wie wil dergelijke onzin nou uitzenden? Al dat gepraat. We gaan nu musiceren. Mijn orkestje zit al klaar. Kortom, jou kan lullen wat je wil. Maar zoiets als VPRO, dat wat VPRO doet... durft geen andere enkele omroep in heel Nederland niet... En het blijft altijd weer een verrassing waar de VPRO nu weer mee komt aankakken. Nou, volgens mij is het worldwide ook uniek, Jacques, zo'n VPRO. Ja, overdrijf het nou niet, Wilhelmina. Dat werkt juist averechts namelijk. Ja, zouden jullie nou niet eens dat telefoonnummer zeggen waarop de mensen zich nu tot 6 uur kunnen melden? Dat is 035-712-3x8. Ik herhaal 035-712-888. Dus, nog even voor de duidelijkheid, u kunt u natuurlijk altijd schriftelijk aanmelden per postbus 6 1200 AA Hilversum, maar nu ook telefonisch 035-712-888. Ik dacht dat u zo'n hekel had aan ledenwerkspost. Ja, maar ik dacht, ja, nou, nee, maar ik kan niet zeggen, Jan, dat ik daar over het algemeen gesproken veel genoeg aan onttrek. Maar, kijk, het zijn de programma's die het hem doen. Dat is een trosleus, Sjaak. De wat? De leuzen van de tros, die zeggen dat toch altijd? Het zijn de programma's die het hem doen. Ja, maar als ze zeggen dat de programma's zijn die het doen... waarom gebruiken ze dan zo vaak die reclameleus? Ja, misschien is dat omdat die reclameleus is die het hem doet. Misschien moeten wij dan ook wel nu wel zeggen... het is de reclameleus die het doet. Meneer Plafond, ja? Er staat nog meer op het programma. Ja, gelukkig wel. Ik begin nu echt door... Niets! Niet, Jan, niet nadat ik nog even het volgende kwijt wil. Luisteraars en fans van Ronflonflon, wat zou het toch leuk zijn voor onze Ronflonflon-familie als wij ons nu massaal zouden opgeven als VPRO-lid. Doe dat nou even, dan kan ik er bij de directie lekker over opscheppen. Hè? En dan zingen wij nu Wil en Jacqueline en Vos en ik een of ander liedje. Belachelijk. De tekst, ja. Muzikaal is het anders wel in orde. Oh ja, en daarin hebben wij speciaal een instrumentaal gedeelte in aangebracht. En daarin kan je dus bellen 035-712-888. Ja, maar als ze allemaal tegelijk tijdens die break gaan bellen... dan komt er maar één door en de rest krijgt allemaal in gesprek. Ja, dan moeten ze nog maar een keer proberen. Jongens, 1, 2, 3... Vara, Vronica, R-O-H-V-I-C-O-N-E-O, Trosnos, N-C-R-V-P-R-O. Vara, Vronica, R-O-H-V-I-C-O-N-E-O, Trosnos, N-C-R-V-P-R-O. Vara, Vronica, R-O-H-V-I-C-O-N-E-O, Trosnos, N-C-R-V-P-R-O. Wat zijn er toch veel omroepen in ons kleine land? Het zijn geen echte volksgroepen, want waar is het verband? Para, Vronica, R-O-H-V-I-C-O-N-E-O, Trosnos, N-C-R-V-P-R-O. Wow! Geen omroep zegt heel ruiterlijk waar het hem om gaat. Maar één ding is wel duidelijk. Het geld ligt niet op straat, niet op straat. Ja, het gaat ze allemaal heel gewoon om poen. Waar ze dan uiteindelijk toch nog wel iets mee doen. Er is er maar één die uitspringt. Dat zie je en hoor je zo op de televisie. Op televisie. En de radio.
Doe eens een onverstandige keus. Meld Joe als lid van de VPRO. Wat kan Joe gebeuren? Ja, Nou, dat zo'n morsig gidsje in Joe brievenbus komt wringen. Nou, Willemie. Ja, nee, Joe kan ook gewoon alleen voor 1 tientje per jaar gewoon tientjeslid worden. En dat gidsje is toevallig zeer volledig en handzaam en leerzaam. Maar voor 1 tientje per jaar ben je gewoon alleen maar lid. Dan gebeurt je verder niks. Nou, niks. Dan houdt men mede de VPRO en ook dus ons in stand. Maar als je ook onze gids wil... Ja, maar... God, wat ingewikkeld allemaal. Dus, nog even voor de duidelijkheid. Je kunt je tot 6 uur vandaag nog aanmelden als VPRO-lid... door te bellen naar 035 712 888. Tip van Jan Vos deze week. Word lid. 035 712 888. Dit was de tip van Jan Vos van deze week. Er is er maar één Dat zie je en hoor je zo. Op de televisie. Op televisie. En de radio. En de radio. Dat is de VPRO. De VPRO. Dan weet je tenminste niet wat je te wachten staat. Dankjewel, Anneke. En dan gaan wij nu snel verder naar dit oponthoud met de klote plaat van Emiel. De nu volgende onverwaste klote plaat werd voor jou uitgekozen door Emiel. En wat heeft Emiel deze week uitgekozen? The Sisters of Mercy en meer zeg ik niet. Van de klote plaats van Emiel. Ik moet nog even zeggen dat van dit singeltje van de Sisters of Mercy de inleiding even is weggelaten. Dit op speciaal verzoek van Knasterhuis, die in verband met zijn Rooms-Katholieke afkomst die kan daar niet zo goed tegen die inleiding van dat koortje van Sisters of Mercy. Maar dit is inmiddels al dan de platenkeuze van Paul van Ostaaien. Is dit de platenkeus van Paul van Ost? Ja. Oh, foutje Broekema. Hè? Nee, maar dat komt. Broekema houdt zich enorm bezig met, op het ogenblik met de ledenwerfactie van de VPRO. En hij kan niet aan alles tegelijk denken. Maar hier is dan de platenkeuze van Paul van Ost. Ah, je dat wil zeggen. Wat zou... Oh, komt het aan hoor. Begin maar eens maar gewoon te luisteren hiernaar. Dan zal ik straks even zeggen wat het is. Het is een oude plaat. Maar Paul van Ostaaien is dan al lang niet meer in het land der levenden. Evenals de solist op deze indrukwekkende plaat. Met een beetje afgezaagd nummer. Thank you.
en luisteraars. Dit draai ik speciaal voor Candy Dulfer. En u mag natuurlijk ook meeluisteren, want dit betreft Charlie Parker. Parker with Strings. En ren nou niet meteen naar de platenwinkel om die plaat proberen te bemachtigen, want het is niet meer verkrijgbaar. Vandaar dat ik er dan ook even niet meer verder doorheen zal praten. Gisteren. Wel, wij bladeren in het nieuws van gisteren. Wat hadden de kranten toen zo te melden? Wel. Sport, wat is nou sport? Er zit daar wat achter. Is er wat tegen? Wat is er voor? Zit er wat in? Moet een aardig als achter? En is er gelegen? Goeie score, verlies of gewin? Sport, facet. Hallo. Sportfacetten. Met Moffen. Ron van fijn. Dus even, Plafond, als u een ogenblikje heeft. Sport. Alleen maar sport. Of speelt zich nog wat anders af achter het scorebord? Wie zullen we nu weer eens bellen? Bellen, bellen. Wie gaat Jacques Plafond nu weer eens bellen? Wel, luisteraar, sterker nog, wie heb ik al aan de telefoon? Hartelijk welkom in onze uitzending, Dr. W. Mostert, u bent cardioloog te Amersfoort en tevens voorzitter Nationaal Instituut voor de Sportgezondheidszorg. Ja, dat klopt. Dat klopt, ja. En dan ben ik beter geïnformeerd dan de Volkskrant, want die heeft het betreffende u over dat uw voorzitter zou zijn van de Vereniging voor Sportgeneeskunde. Dat is niet waar? Dat ben ik geweest in het verleden, ja. Dat ben je geweest, ja. Dus ze zijn niet erg alert daar bij de Volkskrant, dit even terzijde. Nee, het gaat me hierom. Wat is eigenlijk sportgeneeskunde? Is dat, ik bedoel, in hoeverre onderscheidt hij zich van de reguliere geneeskunde? Ik denk dat het een heel lang verhaal zou worden als je daarover wilt gaan praten. Je kunt het misschien heel kort samenvatten dat sportgeneeskunde zich bezighoudt met alle medische aspecten van de sportbeoefening. Waarom nou eigenlijk speciaal een sportgeneeskunde? Ik bedoel, kan dat niet vallen? Gewoon, ik bedoel, als een glazenwasser van de trap valt, zou je dan ook glazenwassersgeneeskunde moeten hebben? Of zo? Ik bedoel, het zijn toch gewoon verwondingen en blessures. Waarom zijn die van zo specifieke aard? Of moeten wij sporters zien als een soort mutatie bijna? Want die indruk heb ik wel eens. Ik denk dat het een hele goede vraag is. Aha. En, ja. U weet even goed als ik dat er natuurlijk aan sportgeneeskunde, dat er hele specifieke zaken zijn bij sporters op alle leeftijden. Dat kan op jonge leeftijd zijn. U heeft de turn, de wereldkampioenschap misschien gezien. Nu volgt het toe de Ja, zeker. En onze medewerker Jaap Knasterhuis heeft daar extra van genoten. Maar dit even terzijde. Aan de andere kant is het natuurlijk ook dat je sportbeoefeningen er allerlei preventieve aspecten aan zitten. U weet ook dat de hele, zeg maar, de Nederlandse bevolking die vergrijst en die ontgroent. En we hopen allemaal oud te worden op een goede, prettige manier. En daar zou sport een hulpmiddel bij Ik denk dat sport daar een aanzienlijk stuk bij zou kunnen dragen. Dus de therapeutische waarde van sport. Dus het is niet alleen zo dat er blessures, dat er een speciale studie wordt gemaakt van een hele specifieke, zeg maar, verminkingen bijna. Want zo ver gaat die topsport wel. Wat vindt u overigens van die topsporten? Is het, ik heb wel eens gedacht, is het niet veel handiger als men dan toch zulke waanzinnige resultaten moet? Er moet ergens een grens zijn. Dan zou men mensen al vanaf de geboorte helemaal zo kunnen vervormen bijna, dat ze inderdaad nog weer hoger springen. En waar is dat goed voor? Ik denk dat excessen natuurlijk denkbaar zijn, maar in de praktijk op het ogenblik nog niet gebeuren. Maar we zouden praten over sportgeneeskunde. Ja, maar precies omdat er juist zoiets specifieks als sportgeneeskunde, als een leerstoel voorkomt, dan denk ik toch, is dat niet de sportverdwazing ten top? Want dan geef je eigenlijk mee aan. Ik probeer
probeerde u te zeggen dat ja, allerlei mensen... Nee, dat is mijn één. Dat is ook de waarde van een dergelijk gesprek. Dat kon ik niet opmaken uit dat Volkskrant-artikel. En daarom vind ik het heel prettig dat u even ons te woord wil staan in onze rubriek Sportfacetten. En zo zien we dat de radio toch ook een heel interessant medium kan zijn. Dat is ongetwijfeld. En de krant voorbij kan streven. Maar we waren straks even bezig. We hadden het over sportverdwazing. Ja. Toen viel hem even in de reden. Ja, neem je niet kwalijk. Ja. Je hebt ontzettend veel mensen die hebben over, ik noem maar hartpatiënten, patiënten die een infarct gehad hebben, die graag sport willen gaan doen, actief bezig willen zijn. Nou, daar zijn allerlei eisen voor. Wat voor eisen mag je aan die mensen stellen? Welke eisen kunnen ze aan zichzelf stellen? Waar liggen de grenzen om met die mensen bezig te zijn? Aha, nee, ik heb dus begrepen dat het dus niet in het verlengde ligt van de topsport, maar dat het meer sportgeneeskunde, dat ze dat moeten zien als een speciale therapeutische... tak van de om een speciaal soort om sport toe te passen als medicatie. Nou, dat gaat me ook te ver. Het kan er een aspect van zijn, maar even van de grote voordelen naast is dat je een stuk preventie bedrijft, een stuk bewegingsarmoede voorkomt en dus eigenlijk preventief werkzaam bent. Ja. Ja. Fijn. Er is mijn hoop duidelijk geworden. Ik hoop dat. Hartelijk dank voor dit gesprek, dokter Mostert. Goedemiddag. Is er eigenlijk wat op de televisie vanavond, of... Nou, wat voor vanavond betreft, luisteraars... Kijk maar even in de gids of in de krant. Want ik wou het even met jou hebben over donderdagavond. Want dan is Brigitte Kaandorp op de televisie en wel bij de VARA. Nadat de VPRO regelmatig Brigitte Kaandorp door de eten heeft laten schallen, heeft VARA gemeend haar toch een uitzending aan haar te moeten wijden. Ik denk dat Van Dam... Nee, ik mag toch over Van Dam zeggen wat ik wil, die is toch dik? Was je niet dik soms dan? Als die niet dik is, dan... God. Ja, luisteraars. Dat Sonja van Veen, dat weten we nou wel. Dat is een oude opname van Brigitte Kaandorp. Weliswaar opnieuw uitgebracht op de A-kant van de Singelstraat. Naar aanleiding van haar VARA-optreden aanstaande donderdag. Blijf altijd bij mij. Dat zullen we niet draaien, want we hebben iets veel leukers voor u. Een speciale opname die de VPRO van haar maakte en die... geheel uniek is. Met het orkest van Jan Vos, Brigitte Kaandorp. En dat is een andere koek dan ze bij de VARA bij elkaar geplet hebben. Ik zag je staan in het park aan de rand van de Veluwe. Ja, dat moet maar eens gezegd worden. Je speelde zo leuk met je radiografisch bestuurbare zeilboot. En ik stond aan de andere kant van de Veluwe met mijn hond aan mijn hand naar je te kijken. Heen en weer varen. En af en toe dan haalde je me naar je toe om te kijken of bijvoorbeeld mijn zeilen nog wel goed stonden. En natuurlijk stonden die nog wel goed, want ik zou voor jou ontzettend mijn best doen, ook al waaide het heel hard. En aan het eind van de dag nam je me natuurlijk onder je arm, moe maar tevreden mee naar huis. Dus toen de boot per ongeluk bij mij ingedaan om te vragen of je misschien zin had om naar de overkant van de vijver te komen. En toen zag ik je nog een tijdje heel erg besluiteloos aan de andere kant heen en weer varen. En toen ben je met boot en al naar me toe gekomen, jij over de kant en de boot natuurlijk door het water naar me toe gekomen. En nu spelen we elke dag, elke zondag in met z'n tweeën in het park. Heel gezellig. En dan gooien we jou radiografisch bestuurbare zeilboot heel erg ver weg, zo ver mogelijk. En dan gaat mijn hond er natuurlijk meteen achteraan om te kijken waar jouw radiografisch bestuurbare zeilboot gebleven is. En dan duurt het soms wel 5 minuten of 10 minuten of nog langer voordat hij terug is. En dan zitten wij ondertussen te stiekem te zoenen in de struiken van het park. MUZIEK
fijne tijd jouw radiogramisch bestuurbare zeilboot misschien helemaal kapot gaat. Maar ja, jij zei ook al laatst tegen mij, dan nemen we anders toch gewoon een tak of een stok of iets anders. En nu gaat het eigenlijk alleen maar om het liedje een beetje op een romantische en toch christelijke manier af te maken. Dus ik dacht bij mezelf, dan moet het natuurlijk zoiets zijn van bang en gelukkig en dat wil erg gelukkig zijn. Maar ik weet niet of er nog iets komt. Ja, er is toch een couplet, het is dan wel jammer. Ja, maar ik kan ondertussen wel mooi vertellen dat bijvoorbeeld jouw boot uiteindelijk na een paar heel fijn. En toen heb jij nog wel iets met een radiograaf bestuurbare helikopter gehaald. Maar ja, al die radiografisch bestuurbare rommel van tegenwoordig, dat is natuurlijk ook helemaal niks meer waard. En met God ben ik ook al kwijt. Dus zo gelukkig ben ik eigenlijk ook weer niet met jou, omdat we heel de ruzie hebben over al die dingen die kapot zijn gegaan en weg zijn gegaan. Maar ja, we zijn toch heel erg gelukkig. 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 En na Brigitte Kaandorp vliegen de nieuwe platen alweer in mijn oren. Dit was trouwens niet op plaat verkrijgbaar. Uniek voor de VPRO was dit. Maar nu een nieuwe plaat wel in de winkel verkrijgbaar. Nieuwe platen vliegen. Oh, de Nits in de Dutch Mountains. Vooruit mij. Where the river runs high above the rooftops. Is dit zo behoorlijk disjockey-achtig genoeg, Broekema? Oh, dit vind je goed zo. I was standing in the valley of rock. Up to my belly in an early fog. Voor de wat? I was looking for the road to a green painted house. In the Dutch mountains. Mountains. Met a woman in a valley of stone. She was painting roses on the walls of her home. And the moon is a coin with the head of the queen. Up the Dutch mountains. En luisteraars, het is weer tijd voor onze rubriek Bret du Vent. En daar is Jaap Knasterhuis. Mag ik de jingle, Broekema? Let je even op. Bret du Vent, Bret du Vent. Daar zit hij, Jaap. La 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 la, Bret du Vent. Sorry. Oh, sorry about that. En Jaap is vanmiddag gekleed. Ja, Bret du Vent's filmrubriek. En Jaap is vanmiddag gekleed in driedelig grijs. Gekleed in
Wel, en wat is dat met het papiertje? Daart u nu, Knassenhuis tekent hierbij aan. Ah. Het volgende. Nu. Ja. Nu de najaarstocht. Oh, ja. En ook haar onverhoedse intrede doet. Wat? Aan de klapzwammen en het splijtgewas haar roesbruin en gele tanden doet dwarrelen en klapperen in een laatste herfstpoging. Het opbloeiende najaars filmklimaat van bloei en tegenbloei onder haar zompige grond van rotting en ook morskoren korst probeert te pletten, teken ik hierbij aan een filmtip. Ja, luisteraars, misschien wel ter uw informatie even. Jaap leest op het ogenblik zijn bijdrage van een papiertje. En ik heb toch de indruk dat hij dat speciaal doet. Dat het eigenlijk een artikel betreft dat hij niet geplaatst zag in Scope. Omdat Scope op het ogenblik in moeilijkheden verzeild is geraakt. Heeft Jaap het medium radio menen te moeten gebruiken. Om zijn filmrubriek. Maar ik wil hoe dan ook. Dat ook het filmbedrijf. Niet aantekenen, we willen een filmtip, Jaap. Theaters zijn herfstig hersenschimmel weer driftig laat tieren. En zo begaf, Jaap Knassenhuis, Jaap zich naar het Bioscooptheater. Schoenen aanverwant hangend lekkernij voor het kleine meisjesdier met den smalle schouder en nog lijfje van Turnen van 10 reeds in. Ja, en dan nu graag de filmtip. Wat is dat allemaal? De filmtip van Jaap Knassenhuis. Meisjesdier van en broekpocket kunt geborgen voor het aangenaam. Ook samen zijn en kijken film. En welke drijft film is dat? Den Mens. En daarom bioscoop. Bijvoorbeeld Tin Man bezocht. Tin Man. Luisteraars, de tip is Tin Man. Film, en is dat niet de film met Richard Dreyfuss? Film en, met ook Richard Dreyfuss. Danny en DeVito. Danny DeVito. Taxi. En Richard Dreyfuss, eerder bekend van Jaws. Film met vraatzuchtig. Is goed. En ook nee, nu weet muziek. Allemaal waar het over gaat. Jaws, die angst in zaad. Oh, is dat de platenkeus, Jaap? Huist en daartoe zaait. Fijn, en daartoe zaait. Fijn. Angst in zaad zaait. Een zaad huist en daartoe zaait. Ja, heel goed. Tot zover dan de soundtrack van de film Jaws in verband met Richard Dreyfuss. En dan tot zover de soundtrack dus van de speelt soundtrack samen met band Danny DeVito. En dan ook een Danny DeVito, ook bekend van Taxi Driver. Ja, dat toch goed voorbereid, hè? Weinig en racisme, maar in spraak wel en op tv. En dan nu samen met Tin Man het voorzetraam van de wereld in aluminium. En verkopen en draaien we dan nu aan van, Jan, maar ook vooral toch aan Alleman. Sprake van humor, botsing en elkaars vrouwen staat, wisselen, toch? Maar dan weggedrukt in klein theatertje uitkijk, waartegen protest. Oh, ook van Valkenbos. Als ik het even mag herhalen nog. Jaap Knassenhuis protesteert tegen het feit dat een belangrijke film als Tin Man alleen maar in een of ander klein afgelegen theatertje draait, waarmee niks gezegd wil zijn. En dan nog van verbaasd wanneer bioscoopbedrijf ten onder gaat met Robocop in lege zaal. Kortom, eigen bult. Ja, misschien vinden de mensen Robocop wel niet zo leuk hier. In kortom, tegenstelling tot Paul Vroeg. Eigen bult en dan nu platenkeus van Knassenhuis. De platenkeus. In verband met herfst, najaarstocht en ook onverhoedse intrede. Luisteraars, Jaap gaat nu zingen samen met Edna Versuvia. Neem deze microfoon aan. Edna is inmiddels binnengekomen. Jan Vos zit klaar. Ik dacht dat je naar Enkhuizen moest. Oh, omdat Edna er weer is, hè? Zet hem op, Jaap. Neem die maar. Waar zullen wij de winterslaap doen? Ja. De winterslaap. Waar zullen wij het doen? Op een flat. Wel een bed. Ik voel me als een eekhoorn. Die zingt nog even gauw. De drift, die riekt naar de dood. Zo voel ik me nou. Waar zullen wij de winterslaap doen? De winterslaap. Waar zullen wij het doen? In een grot. Wel dan met de deur op slot. Padap, doei, abop, doei, poef, doei, alap, poef. Die stoort zich niet aan kou.
Maar met dit gore grafzerk weer ga ik op zoek naar een eindje touw. Zo voel ik me nou. Zullen wij de winterslaap doen? De winterslaap, de winterslaap. Waar zullen wij het doen? Op een flat. Wel, dan toch met de deur op slot. In het hooi. Ja, lijkt wel mooi. In het park. Maar dan toch ook wel... In de goot. En dan lekker bloot. In het familiegraf. Dat is geen straf. In een rozenstruik. Lekker tegen mijn warme buik. Maar niet snurken. En wel schurken. In de kerk. Maak ik mij sterk. In een asbak. Wel met gemak. Op de grond. Is lekker, maar niet gezond. Nee, niet vies of wel vies doen. Nee, een zoen, hoor. Nou, kan ook heel vies zijn, hoor. Goed, fijn. Luisteraars, hartelijk dank. Neil. Neil, Edna. Nee, even aandacht voor het volgende. Luisteraars, André Pop. De moet you als regelmatige luisteraar van naar Ron van Vloffen gehoord hebben. Er is een prachtig LP uitgekomen. Delirium in Hi-Fi. We hebben in de tijd, die heeft er ook gespeeld in... op het boulevard Broken Dreams. Er is nu een LP uitgekomen. En wij draaien van die LP een nieuwe LP. Het eerste nummer van kant A. Perle de Cristal. En dat wil zeggen, dat gaat niet door. Het wordt kant B. Ik zou oorspronkelijk kant A draaien. Maar het is nu ineens weer kant B geworden. La Polka du Roi. Heel bekend in de uitvoering van Charles Trenard. Ja. Ja, Trenet die ook veel gezongen heeft van André Pop. Mag ik daar heel even naar luisteren? Want daarna moet je hem maar zelf gaan kopen. Want wat is het punt nu? Grappig, hè? Ja, luisteraars, deze plaat is wel degelijk verkrijgbaar. Ik heb hier al een paar briefjes gehad van waar is toch bij Jouzo op staat over op te snijden die André Pop plaat te krijgen. Nou, in eerste instantie was hij er nog niet, nu is hij er wel en is inderdaad heel moeilijk te verkrijgen. Maar als u nou opbelt naar Idiot Records, dat is 020-1697-11 in Amsterdam. Idiot Records, dan kan je het daar bestellen. Want over het algemeen zijn de platenwinkeliers niet bereid om dergelijke rare platen aan te schaffen. En laat ze echt meer zeggen door Lex Haring. Dat is een hele bijzondere plaat. Enfin, er zat allemaal op. Je moet er van houden natuurlijk. Dat is ook waar. Ja. Maar het is iets heel bijzonders, hoor. Ja, goed. Nieuwe platen vliegen. Ja, dit was ook een nieuwe plaat hoor, maar nog een nieuwe plaat. Nieuwe platen vliegen om mijn oren. Nieuwe platen vliegen om mijn oren. My favorite shop. Een maand geleden heb ik jullie een demo van de Mighty Jackals gestuurd. En ik krijg het idee dat hij niet helemaal goed is doorgekomen. Daarom hierbij de eerste single van deze in Utrecht zeer goed ontvangen band. Onze persing van de single bedroeg 500 stuks. Ze zijn 2 weken geleden geperst en we zijn er al bijna doorheen. We zien het feit dat we nog maar een paar keer echt hebben opgetreden en dus nog niet zo bekend zijn, lijkt me de moeite waard deze single te beluisteren. We hebben nu al een aantal grote optredens in het verschiet liggen. Alleen de televisie ontbreekt. Nog iets voor jullie. En deze brief was gericht.
geschreven door Bas Kuip uit de Pelikaanstraat in Utrecht. En gericht aan de jonge helden, de Ekkeltjes. En die hebben deze single weer naar mij toe doorgespeeld. En ik vraag hierbij dus uw aandacht voor de Mighty Jackals uit Utrecht. Met Heartbreak Rodeo. Zoiets? Oh, het is een multi-dinges, ja. Het is een langere single zelfs. Het staat op My Favorite Shop, Never Understand and The Ballad of Billy the Kid en A Farmer's Song. PS Farmer's Song. Maar wat is dit dan nu? Hallo, krijg ik nog wat informatie ook of niet? God, god, god. Ja, maar ik wou de Farmer's Song. De Farmer's Song. Hoor je wel, Bas Kuip uit de Pelikaanstraat in 38 Bies in Utrecht. Je moet gewoon even doordrammen en dan komt het allemaal wel voor elkaar. Hierbij exclusief voor Ron Flonflon. The Mighty Jackals. En na 6 uur kan je bellen als je geïnteresseerd bent in optredens van deze hele bijzondere groep uit Utrecht. Dan moet je bellen na 6, na deze uitzending bel je even op. Want nu kan je nog steeds bellen om je op te geven als lid van de VPRO 712-888 in Hilversum. Maar daarna moet je bellen naar Utrecht 030-521-561. En dan kan je de Mighty Jackals weer aanvragen. En wat zou de wereld zijn zonder telefoon? En nu even je kop dicht, plafond. Gaat Jacques Plafond nu weer eens bellen? Goedemiddag, komt u de Barbizon Center? Goedemiddag met Plafond. Ik wou graag kamer 342. En nog een keer alsjeblieft. Aardig een beetje muziek in de stem leggen af en toe. Met Smit. Goedemiddag, u spreekt met Jacques Plafond van VPRO's radioprogramma. Dag meneer Plafond. En dit is, meen ik, in het kader van het Boekenfront. Van het Boekenfront. Van het Boekenfront. U bent samen met mevrouw Zoetjes de organisator van de internationale culturele zaken, WVC, uitgevers en... Het ligt wat anders. Books maar en letters. Wij organiseren in elk geval een internationale... U bent nu in de uitzending, is dat... Ja, is goed. Een internationaal congres over leescultuur en de problemen die daarmee samenhangen. En dat is in Amsterdam in het Barbizon Hotel. Er zijn ongeveer 100 deskundigen uit Europa aanwezig. Van het Boekenfront. Gisteren hebben we een stichtende lezing van de heer Umberto Eco gehad. Stichtend? Stichtend is een term uit de christelijke wereld, hè? Zoals u... Is dat ook? Dat kan wel. Van het Boekenfront. Een boekenrubriek van Jacques maar, Plafond. Nee, ik wou eigenlijk... ik las daar, want dit is namelijk tevens in de rubriek De Krant van Gisteren. Ja. Daar stond een klein verslagje over. Schrijvers bespreken alfabetisme. Wat is alfabetisme? Nou, we hebben allemaal wel gehoord, nietwaar luisteraars, van analfabetisme. Wat is nu... Dit woord is niet van het ministerie van WVC afkomstig. Maar van jou? Nee, ook niet. Van mevrouw Zoetjes dan? Ook niet. Maar ik denk van de krant en de interpretatie van de krant. Wij spreken steeds over leesvaardigheid of over literacy. Althans, dat komt ja, voor. Ik zou nu toch wel graag dan even to the point komen. Want toen ik dat zo las, toen dacht ik, waarom? Is dat nou werkelijk nodig? Wordt de leesvaardigheid nu werkelijk bedreigd door het oprukken van de, nou zoals dat dan heet, de audio- en videocultuur? Is daar werkelijk... Is dat werkelijk een dreiging of is het meer een kapstok waaraan die conferentie wordt, of dat congres, wordt opgehangen? Om nou maar weer eens een beetje. Ik zou het u maar eerlijk zeggen, ik vind het eigenlijk een beetje interessant doenerij. En bovendien 90 schrijvers, Umberto Eco. Nee, niet 90 schrijvers hoor. Nou, 100 dan. Meestal zijn het deskundigen en dat kunnen dus uitgevers zijn. Dat kan ook een cultuurambtenaar uit Frankrijk zijn.
dat soort mensen zijn hier bijeen. Maar wat kan daar nou toch uitkomen voor conclusie? Nou, daar zou in bijvoorbeeld de conclusie uit kunnen komen dat het helemaal niet waar is dat die audiovisuele media... Oh, maar dat kan ik u zo wel zeggen. Wat zegt u? Dat is toch werkelijk niet een congres nodig? Dat is er ook nog wel zoiets als common sense. Nou, toch... Ga je eens kijken in een kantoorbedrijf waar het barst van de computers, zijn er ook allemaal lettertjes op. En bovendien zie je mensen altijd... Heeft u groot gelijk. En als u ziet in die beelden van de instartende beurskoersen, dan zie je ook allemaal mensen met papiertjes lopen, wat opschrijven, druk met elkaar praten. Hoe kan je nu toch... Nou ja, over die beurskoers heeft Umberto Eco dan nog wel iets leuks gezegd. Dat vond ik wel aardig. Oh, wat dan? Misschien is dat wat voor onze rubriek. Dat de in de gebeurtenissen van de... Black Monday van vorige week bewezen hebben hoezeer het hen aan historisch besef. Heeft hij dat allemaal ontbreken. Gezegd? Dat schrijft hij eraan toe dat zij nooit in de bibliotheek of boekhandel komen. Mm-hmm. Terwijl er toch nog steeds boeken verschijnen over de beurskracht van 1929. Ja, en dan bovendien een tweede punt. Waarom zou dat erg zijn als het zou gebeuren? Ik bedoel, het is toch wel vaker dat een hele cultuur verschuift, een ander patroon krijgt. En dan wordt hier meteen maar van uitgegaan dat dat iets erg zou zijn. Nou, het is denk ik toch wel jammer dat als mensen doordat ze geen boeken meer lezen... een aansluiting met de historie verliezen. Nou, maar dat kan toch ook allemaal op beeldplaten en weet ik wat? Nou, nee. Dat kan niet. Ik denk niet dat je... Ja, je kunt wel films maken over het Romeinse Rijk of zo. Ja, maar je had vroeger zo'n stripboekje Classics, hoor je dat ook weer? Met ja, stripverhalen. Ja, Illustrated Classics. En daar werd ook altijd op gewezen dat zou de jeugd helemaal afbrengen. Nou, dat is onzin natuurlijk, want ik denk dat juist die strips mensen precies, aan het lezen hebben gekregen. Ja. En ik bedoel, in de tijd is het ook de telefoon heeft zijn intrede gedaan. Ja, nee, dat zijn allemaal uitstekende media... En inderdaad ook. Is er een ontwikkeling geweest dat mensen minder brieven schrijven. Maar dat zijn vaak hele onbenullige briefjes die niet zo geschreven hoeven worden. En die kunnen wij best missen. En bovendien worden een heleboel telefoongesprekken afgeluisterd en getaped. Die kan dan weer... wat is er voor het gedrukte woord en tegen het luisteren? Ik bedoel, wij bedienen ons nu toch ook van het medium radio. Ik geef toe, als je dit zo afdrukken, zou je wel inderdaad denken van... jongen, dat is ook weer waar. Maar dan mis je natuurlijk ook ons irritante stemgeluid daarbij. Ja. Nee, maar er is helemaal niks tegen het gedrukte woord. En er is helemaal niks tegen de audiovisuele media. We zullen scherp in de gaten houden wat dit congres kost. Oplevert. Fijn. Morgen zijn de resoluties klaar. Hartelijk dank. Oké. Okay. Meneer Smit, en de groeten aan mevrouw Zoetjes. Ja, dag. En dit was dan weer voor vandaag de waan van de dag. Ik wens u verder nog een prettige middag. Ik jou ook, Anneke. En inmiddels vliegt er alweer een nieuwe plaat op mijn oren. Want het is namelijk zo, Sneaky Feelings doet ons land aan. Helemaal uit Nieuw-Zeeland en we hebben hier een nieuwe LP van ze te pakken. Sneaky Feelings, Waiting for a Touchdown heet het album. En wij draaien nummer 1 van kant A, Better Than Before. Dankjewel, Anneke. Sneaky Feelings! Gisteren nog in de Matzo in Amsterdam. Vandaag in Ron Vlonvel. Every Sunday night at 10, we sit and watch the music show end. And we discuss just how it was that they got on instead of us. Every morning... Nee, er komt hier net nog een... Nee, ik zal inderdaad even zeggen waar ze dan spelen. Sneaky Feelings doet inderdaad ons land aan. En wel gisteren in de Matzo, vandaag vanavond in Arnhem in Willem 1. En dan donderdag in het Bolwerk in Sneek. En vrijdag de 30e Simplon in Groningen. En tot slot zaterdag de 31e oktober Bottenhommel Bergen op Zoom. En nu is het alweer tijd voor de colofon. Luisteraars in het programma werken mee. Willy Minne, Kutje Junior, Jan Vos, Jenny van Alzaken, Kloes van Mechelen, Jacqueline van Bentham, Jaap van Asterhuis, Edna van Zuvia, Dr. Anders W. Mostert, Dr. W. Mostert, Louis Smit van WWC, The Olympics, Mam, Mam, Sisters of Mercy, Charlie Parker, Brigitte Kaandorp, De Nits, André Pop, The Mighty Jackals, Sneaky Feelings, Assistentie, Mia Berends, Techniek, Peter Ribbens, Productie, Jan van Maas, Aijen, Broekema, Samenstelling, Rogier Proper en Wim Schribbers, de presentatie, Jacques Plafond. Luisteraars, er moet mij nog iets van het hart. Dit was dan weer voor vandaag, de baan van de dag. Ik wens u verder nog een prettige middag.
Dat hadden we niet afgesproken. Nee. Nee, ik zal er niet direct een punt van maken. Maar hadden we niet elke keer dat... Flow.